Goedemiddag Ashley, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Elegance. Stel je eens even voor alsjeblieft. Hallo, ik ben Ashley. Ik ben 18 jaar en ik ben finaliste voor Miss Elegance 2019. Hoe kwam het dat je hebt ingeschreven voor deze verkiezing? Ik heb me ingeschreven omdat ik wil tonen aan de mensen die ooit gepest zijn of gepest worden, dat iedereen iets speciaals en uniek in zich heeft en dat je in die zomaar moet laten doen dat je voor je eigen moet opkomen en dat je een doel hebt dat je wilt behalen, dat je ervoor moet gaan. Ik kan me niet voorstellen dat jij gepest werd. Waarom was dat dan? Omdat ik klein ben en ja, maar ik altijd goede punten op school haalde. Ik spijbelde nooit, ik kwam nooit te laat. En dat is zo precies de dingen van, dat is het studieneurtje, maar dat ben ik totaal niet. Ja. Ik ben nooit mijn eigen kunnen zijn en nu wel. En dat doet wel iets bij mijn eigen ook. Wat heeft het dan met je gedaan als persoon, zo gepest worden? Ik was heel op mijn eigen. Ja, ik deed niet veel. Ik studeerde, ik leerde alles en dat was het. Ik was gewoon precies een persoon op zijn eigen dat hem altijd afzondert. En ja. Hoe ben je daar dan uiteindelijk uit geraakt? Want dat is toch, ja. Dat is heel moeilijk, omdat ik mijn familie dan nog heb rond mij, die mij erin hebben gesteund voor toch door te zetten. Ja. En gelijk nu heb ik me ingeschreven en ik hoop ook, we zijn met heel veel meisjes, dat je contacten met elkaar kunt blijven hebben na deze verkiezing. Heb je dan ook professionele hulp daarvoor gekregen? Ja. En hoe viel dat mee? Was dat nu echt iets dat waar je zegt... Dat was heel zwaar. Dat was echt heel zwaar. In welk opzicht? Fysiek en mentaal, want ik moest mijn sport daarvoor opgeven. Mijn hobby dat ik al 9 jaar heb gedaan. En dat was ook heel moeilijk, want dat was zo hetgeen dat mij afleidde van alle problemen en de pesters. En welke sport deed je dan? Ik heb 9 jaar kickbox gedaan. Amai. Ja, je kon toch wel meppen uitdelen als je wilde dan? Ja, maar dat is, ja. Ik liet mij altijd doen en ik heb nooit voor mijn eigen opgekomen. Ja, ja. Het is daarom ook dat je een beetje met een misverkiezing ook meedoet waarschijnlijk. Ik heb totaal eigenlijk geen zelfvertrouwen en ik hoop wel dat ik dat kan winnen. Gelijk voor, dus straks had ik heel veel stress voor mij voor te stellen. Ja. En... Ja, dat is normaal, hè. Dat is normaal. Dus eigenlijk wil je dat bereiken, met een verkiezing meedoen, meer zelfvertrouwen en zo. En de mensen ja, die het moeilijk hebben, een duwtje in de rug geven om te zeggen, kom aan, geef de moed niet op. Ja, ja. Je kunt er al door geraken, op je eigen manier. Ja, wat vind je van het parcours? Ja, je hebt nu een bepaald parcours af te leggen. Wat staat er nog op het programma? Bij Miss Elegance? De workshops en andere verkiezingen voor ernaar te gaan kijken. Sponsoringen nog zoeken. Ja. Waar wil je binnen 5 jaar staan? Ik wil iets kunnen bereiken in mijn leven. Binnen 5 jaar wil ik kunnen zeggen, ik heb vast werk dat ik graag doe. En nog iets in de verkiezingswereld. Ja. Wat werk zou je graag doen? Het liefst van al zou ik mijn eigen kinderdagverblijf willen hebben. Maar dat is heel moeilijk, omdat er al zoveel zijn. Ja. Ja. Maar is dat niet mogelijk als privépersoon om kinderen bij te houden? Ja, maar ik vind het veel leuker om samen met collega's te kunnen werken. Dan kunnen we ook contact te leggen en kunnen veel meer doen en veel meer kindjes opvangen. Op je eigen is dat maar een stuk of 6, 7 ja, en dat is heel weinig eigenlijk. Ja, ja. Wat boeit je daar eigenlijk zo aan? Ik vind dat heel leuk als je die kindjes die opgroeien en je die kunt helpen met hun stimulatie naar school toe en zo van die dingen. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Zeg, als ik nu jou nog zou beter willen leren kennen, of als meisje of als vrouw, wat moet ik dan zeker van jou weten? Dat ik me niet zomaar laat afschepen van mijn doel dat ik voor mijn ogen heb. Je hebt daar wel heel, heel veel aan bijgeleerd dan. Ja, dat wel. Nog dingen die ik moet weten over jou? Dat ik trots op mijn eigen al ben, dat ik finaliste ben van Miss Elegance. Oké, okay. Dat is een hele mooie afsluiter. En ja, ik wens je nog heel veel succes toe. Dank je wel. Alsjeblieft.